Zo, we gaan weer op pad. We gaan naar Jellieshoeve in Havelte. Nog 8 minuutjes rijden en dan zijn we er. En dan hebben we een rit van bijna 1,5 uur gereden. En dan zijn we op onze plek. Over 3 kilometer, neem afslag 4 Havelte richting Havelte, Liever. Nou, inderdaad. Wel een mooie binnenkomst zo gaan aanrijden, zo door die laan. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Receptie, ja. Nou. We zitten hier weer op de stand. Dus ik heb iets vragen. We zullen het maar bellen. Hier zijn we dan. Bij Jellieshoeve. Nou, we hebben een mooi plekje gekregen. Dit wordt ons plekje voor 2 dagen. Zo, en daar staat hij dan. Lekker. En dus is weer mooi de fiets. Goed aanzetten. Ja, mensen, je hebt een heel hoog stuur nodig. Stuurtje vast. Hoppakee. Klaar. En weer klaar voor gebruik. Eentje lekker drinken. Hoe mooi is dit? Gewoon een hunnebed vlakbij de camperplek. Campingplek moet ik zeggen. Echt, we gingen heel even naar de Albert Heijn. Toen kregen we te horen, hey, 2 kilometer is er een hunnebed. Geweldig. En verderop ligt er nog een. Daar kan ik ook nog een keer even naar kijken misschien. Dit is de camping en van hieruit loop je zo het weiland in en de hond uitlaten. Thank you.
Alles is gepakt, de fietsen staan weer klaar. En we gaan naar Meppel toe rijden. We gingen naar het water, toch? Dit is een binnenhaven schijnbaar. Een binnenhaven is het dus. Oh, dus daar gaan we naartoe. Want deze is er ook weer klaar voor. Ja. Ga je ook weer lekker een stukje mee op fietsen, hè, meisje? Ja. En weer een mooi opnieuw avontuur, meid. En weer mooi vastzetten. Nu zijn we zeker te weten klaar. Zo, navigatie ingesteld. Kan niet missen. Onze mobiele eenheid. Gadgets, hè? Gadgets, ik hoop dat je het kunt zien. Dus dit is de navigatie en de telefoon erbij. Just in case. Nou kunnen we echt gaan. Ja, en zonnebril op, petje op. Check. Nou gaan we allemaal. Richting Meppel. Meppel naar de binnenhaven toe. Even kijken hoe het is. En ook nu fietsen we weer in Drenthe. Maar het is toch even anders, hè? Een heel ander stuk van Drenthe. Hè? Ja. Het, genoeg te zien. Mooie boerderij onderweg. Ja, lekker langs het kanaal of fietsen. Hallo. Bootjes kijken. Helemaal top. Top, hè? Heerlijk, ik niet. Ja, ik wou wel zeggen, je was helemaal de kluts kwijt. Helemaal goed. Nou, kijk hoe de Meppel is. In Meppel bent, ja, dan is het toch wel de moeite waard om even naar het Wilhelminapark te gaan. Dat is echt een heel groot park, toch? Ja, leuk. Er loopt water, er zijn hier mensen met rijgraafje bootjes aan het varen, een hertenkampje bij. Je kunt overal even lekker gaan zitten en dat komt midden in het centrum van Meppel. En het is een klein parkje met dit soort kinderboerderijachtig iets. Ja, helemaal leuk. Ja, leuk. Zal je zo laten zien.
een mooi park. Ja, ja toch? Ja, een mooi park. Zo'n leuke fontein, leuk een beetje rondlopen zo. Ja, mooi. De moeite waard. Zeker, zeker. De moeite waard als je er bent. Oh, dat is zo'n plasje ook nog. En een plasje doen. Zo. Helemaal blij. Ja. Een prachtige dag. Het is van maandag tweede Pinksterdag is het. Even ons hondje uitlaten. En het is nu bijna 9:30. En dan gaan we om 10:50 vertrekken weer. Dan zal ik nog eventjes eten. En om 12:00 moeten we eruit, dus dan moeten we weer weg zijn. Dus dan gaan we weer richting huis. Het was een heerlijke dag, of tenminste een heerlijk weekend. Nog even een ontbijtje. Een kopje koffie. En dan gaan we weer naar huis. Kom maar rij. Nou, even nog lozen nog natuurlijk. Hè. En dan nog lozen. Dat doen ook hier. Het was een leuk weekendje. Ja, Nancy is heel erg verbrand. Vooral zo hier, zo over de neus.